een 18-jarige jongeling die nog niet speelde in het eerste van ADO Den Haag. Mijn naam is Jack Teuvel, 18 jaar oud. Ik speel bij ADO sinds de E2. Mijn positie is linkshalf en mijn sterke punten zijn onder andere spelverdelen en mijn trap. Ik ben Guy Smit, ik ben 18 jaar oud. Ik speel bij ADO sinds de E2. Ik speelde daarvoor bij Voorschoot 97. Ik heb daar 3 jaar gevoetbald in de F13, F4 en F1. Ik ben geboren in Leidschendam, opgegroeid in Voorschoten. Ik ben bij Voorschoot 97 begonnen in de F'jes en daarna gescout bij ADO. Mijn positie is middenvelder en ik sta ook vaak centrale verdediger. Mijn sterke punten zijn denk ik de bal afpakken en daarna toch wel bij de medespeler goed in zijn voeten spelen. Ik ken Guy al sinds mijn 6e jaar. We wonen namelijk in dezelfde wijk, vaak buiten geweest en natuurlijk ook van het voetballen. We zaten in hetzelfde team op een gegeven moment bij Voorschoten F1. En Guy's sterke punten zijn onder andere het verdedigend afbreken en daarna heel zuiver de bal inspelen bij de medespeler. Ik ken Hector sinds denk ik dat ik 7 jaar ben. Bij de voetbal natuurlijk speelden we al samen. En onze basisscholen, we zaten niet op dezelfde school, maar het zat dicht bij elkaar. Nou, Hector en Guy, van harte gefeliciteerd met jullie debuut natuurlijk. Hector, jij was de eerste die inviel afgelopen vrijdag. Kan je vertellen wat er in je omging, hoe je je voelde? Nou ja, natuurlijk ging ik heel snel omkleden, want ik had er natuurlijk zin in. En toen je het veld in kwam, was heel mooi natuurlijk. Je zag al die mensen, maar natuurlijk wel geconcentreerd voor de wedstrijd, want wil je team helpen. Ja, want wat zei Henk bijvoorbeeld voor de wedstrijd tegen je? Of toen je ging invallen, zei je nog iets speciaals? Nou ja, gewoon eigenlijk letterlijk scheid hebben. Gewoon je ding doen en hard werken. Jij zag natuurlijk dat Hector eerder inviel. Wat vond je ervan? Want jullie spelen al een lange tijd samen natuurlijk. Wat voelde je toen je hem in zag vallen? Ja, het is natuurlijk altijd mooi. Het is natuurlijk ook een goede vriend van me gewoon. Omdat we kennen elkaar al zo lang. Het is mooi. Iedereen wil zo'n debuut maken. Het is een jongensdroom. Dus als het dan uitkomt, ben ik natuurlijk ook blij voor hem. Ja, want je zegt het al zelf, hè? Jullie spelen al lang samen. Hoe lang spelen jullie precies samen? Sinds de F1 bij Voorschoot 97. Dus dat is nu denk ik 11 jaar, 12 jaar, zoiets. En sinds al die tijd spelen jullie samen in hetzelfde team. Elk jaar samen dezelfde lichting doorgemaakt. Ja. Oké, op een gegeven moment zag je natuurlijk ook dat Guy aan het warmlopen was. Toen voelde je het natuurlijk zelf al aankomen. Hè? Wat dacht je toen hij op een gegeven moment toch aan die lijn stond? Ja, ik was wel blij voor hem natuurlijk. Vorige week had hij een klein pechmomentje, toen zou hij eigenlijk al invallen. En toen vloot de scheidsrechter af. Dat was wel jammer voor hem. En toen die 2-0 viel, toen wist ik zeker dat hij zou komen. Ja, nee, inderdaad. Hè. Vorige week bij NAC was je er ook al bij. Toen stond je al klaar. Ja, wat dacht je toen? Ja, ik was er dichtbij. Ja, er is niks aan te doen. De bal ging niet uit. De trainer zei ook na de wedstrijd van jammer, ik heb het is je gegund, maar je kans komt nog wel. Dus die wedstrijd was nog niet, mijn tijd was nog niet rijp. Ja, jullie komen natuurlijk uit dezelfde omgeving, hè? Gingen jullie dan ook samen naar de training toe? Ja, we werden altijd opgehaald door een busje. Onze buschauffeur Dave vroeger altijd. En toen gingen we de route Voorschoten, Leiden, Dorp, Zoeterwoude. Die gingen we dan helemaal af en dan gingen we een aantal jongens ophalen. Ja, Guy, jullie trainen natuurlijk al een tijdje mee met de selectie. Kan je nog herinneren hoe die eerste training met de selectie eruit zag? Mijn eerste training met het eerste was vorig jaar al. Dat was nog met trainer Steen. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje spannend, omdat alles is nieuw. Alles is natuurlijk veel beter geregeld dan bij de jeugd. En je ziet spelers die je op tv normaal ziet. En daar train je dan mee. Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk en je kan altijd veel leren van dat soort spelers, omdat die toch wel meer ervaring hebben. Ja, en je zegt wel zelf, het spelers die je normaal eigenlijk alleen op tv zag. Hoe was het dan toen je in de kleedkamer kwam bijvoorbeeld, de eerste keer? Ja, het is een beetje zoeken, omdat die mensen hebben natuurlijk vaste plekken. Dus dan moet je kijken waar een plekje over is. En het is natuurlijk leuk om dan naast een beroemd iemand al te zitten. Dus dan, je kijkt wel naar dat soort spelers op natuurlijk. Ja, en hebben ze jullie dan ook opgevangen? Hebben ze jullie een praatje met jullie gemaakt bijvoorbeeld? Ja, de eerste keer dat ik er was, kwam Tom Beugelsdijk naar me toe. Hele aardige gozer en die hielp mij ook en die nam me mee naar de groep. En dat was altijd wel heel gezellig en zo. Sommige jongens maakten dan ook gewoon even een praatje met je om je even op je gemak te stellen. Met dank aan de jeugdopleiding. Na Hevel nu ook het debuut voor Smith.